Doorheen de geschiedenis zijn bossen altijd heel belangrijk geweest voor mensen. De primitieve mens had het bos nodig als habitat, waar hij leefde, waar hij jachtwild en ander voedsel vond. De agrarische mens die had het bos ook nodig voor materialen, voor brandstof, voor energie. En ook de moderne mens vandaag heeft het bos nog heel hard nodig. Er zijn jachtmensen in het zuiden die het bos nog altijd als verzekering gebruiken. En voor de mensen hier in het noorden is het bos een uitgelezen gebied om aan recreatie te doen. Maar we weten minder dat het bos ook het fijn stof filtert uit de lucht en op die manier onze levensverwachting wellicht met een jaar verlengt. En we halen er ook nog altijd heel veel materialen uit. En in de toekomst zelfs meer als we denken aan de bio-economie die we willen opstarten. Elk jaar is er ongeveer een 13 miljoen hectare natuurlijk tropisch bos die voor de bijl gaat. Meer en meer gaan mensen ook bossen herstellen, nieuwe bossen aanplanten. Het gaat niet over natuurlijke bossen, maar over monoculturen. En die monoculturen die leveren wel veel hout, maar voor de andere ecosysteemdiensten zijn ze minder waardevol dan die natuurlijke bossen die verloren gaan. Samengevat zijn er dus drie grote uitdagingen voor het bos in de wereld. Ten eerste moeten we het bos beter behouden. Ten tweede moeten we de biodiversiteit en de kwaliteit ervan bewaren. En ten derde moeten we een beheer voeren in die bossen die optimaal de ecosysteemdiensten levert. Voor het eerste probleem, het bosbehoud, heeft men heel hard nagedacht. En nu in de klimaattop van Parijs hoopt men een akkoord te krijgen over wat men noemt RED, Reducing Emissions from Deforestation. Kunnen we lokale gemeenschappen of landen die bos bezitten betalen om die te overtuigen om hun bossen niet te kappen om andere dingen te gaan doen? De tweede uitdaging van het biodiversiteitsbehoud, daar zitten we met een motivatieprobleem. Nog steeds veel mensen, ook beleidsmakers, zijn niet overtuigd van het belang van biodiversiteit. En daarom gaan wij onderzoeken welk belang, welke functie biodiversiteit in ecosystemen eigenlijk heeft. Hier doen onderzoekers van verschillende Belgische universiteiten onderzoek naar het belang van boomsoortendiversiteit. En ze kijken dus of een boom die groeit in een gemengde omgeving met veel boomsoorten beter presteert dan een boom die groeit in een monocultuur, dus met allemaal dezelfde boomsoort. Bijvoorbeeld doen we nu onderzoek of gemengde bosbestanden een hogere productie kunnen verwezenlijken en of dat de houtkwaliteit eventueel ook hoger is in deze gemengde opstanden. Maar we gaan ook na of er bijvoorbeeld een lagere aantasting is van insecten of van schimmels die de bomen doen verzwakken en of dat deze dus beter zijn in de gemengde bestanden. Wereldwijd zijn er gelijkaardige experimenten opgezet, zodanig dat we kunnen zien of dat onder verschillende omgevingsomstandigheden of verschillende klimaten dezelfde resultaten worden bevonden. De derde en laatste uitdaging is het beheer, de optimalisatie van het bosbeheer voor ecosysteemdiensten. Het is namelijk zo dat we van het bos heel veel verwachten, zowel houtproductie als recreatie als natuurbehoud. We moeten dus kiezen voor multifunctioneel beheer waar die dingen samengaan of een gescheiden beheer waar we kiezen voor bossen die productief zijn en op andere plaatsen voor bossen die voor natuurbehoud belangrijk zijn. Dat is een hele uitdaging waar we bijvoorbeeld beslissingsondersteunende systemen voor ontwikkelen, computermodellen die de beheerders kunnen bijstaan om de juiste beslissingen te nemen. Metaforum is een interdisciplinaire denktank van de KU Leuven. De bossenwerkgroep was zeer interdisciplinair. Het bevatte ethici, sociologen, geografen, bosbouwkundigen, ecologen enzovoort. En die hebben zich allemaal samengebogen over de problematiek van bosbehoud en bosbeheer. We zijn er dus van overtuigd dat we de bossen die er nu nog in de wereld zijn moeten behouden. En dat er ook zelfs in Vlaanderen en Europa nog meer inspanning moeten gebeuren om waardevolle natuurbossen of halfnatuurlijke bossen te bewaren. Wat de internationale bospolitiek betreft, proberen wij internationale overeenkomsten te ondersteunen. Maar we denken dat er een betere integratie van die internationale inspanningen moet komen. Er zijn bijvoorbeeld inspanningen rond legaal hout. Er zijn er rond ontbossing, er zijn er rond houtcertificering. En al deze zaken moeten in feite samen gebeuren. En de bossen ook niet isoleren, maar ze eerder zien in hun brede landschappelijke context. En we kunnen de problemen van de bossen niet oplossen als we niet gaan samenwerken met de mensen en de landgebruiken daarnaast.
We moeten de bomen en de bossen in de stedelijke omgeving intrekken en die gaan gebruiken als een soort element, als een soort motor van een meer duurzame, meer gezonde stadsomgeving die het fijnstof filtert, die een aangenamere leefomgeving creëert en die bijvoorbeeld ook in het kader van klimaatopwarming gaat zorgen voor een natuurlijke gratis koeling in plaats van alle energieverslindende airco's in onze huizen te plaatsen. Dat waren enkele van die aanbevelingen. Er waren er heel wat meer. Ze gaan ook wat meer in de diepte. En dat kan je allemaal lezen in de visietekst op de website.